Vandaag gaan we kijken of deze drie gasten kunnen samenwerken in Minecraft. Klik op dat duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal. En het thema van vandaag is voetbal. Alright, jongens, zijn jullie klaar voor de uitdaging die ik vanavond voor jullie gemaakt heb? Ja. Ja? Ja. Jij ook, Robin? Ja. Jij ook, Justin? Wat ben je doen? Waar ben je aan het vissen? Ik ben aan het vissen. Oké, jongens, ik ga wat bouwen in het hokje van Justin hier. En dan gaat Justin uitleggen aan jou, Robin, wat daar staat, zonder dat hij mag zeggen wat voor blok het is, zonder dat hij mag zeggen waar het blok van gemaakt is en dat soort dingen allemaal. En dan moet jij daarna de bouw, het bouwwerk wat jij gecreëerd hebt, uitleggen aan Rick. En dan gaan we kijken of Rick hetzelfde bouwwerk heeft als Justin aan het einde. Oh jee. Snap je dat? Ja? Dan ga jij je nu muten, dan ga jij je nu muten, Rick, en dan gaan wij samen wat bouwen, Justin. Oké. Klaar voor Justin? Ja. Oké, Justin, ze zijn gemute. Kom eens even hier. Kom eens even gezellig bij me. Okay, ik heb ook een nieuwe skin aan, omdat ik natuurlijk die makkers YouTuber, die heeft een rode skin. Dus dacht ik, weet je, dat doe ik een blauwe skin aan. Dan kan ik hem... Weet je, dat is allemaal prima. Maar weet je wat ik vandaag ga bouwen? Voor jou, samen. Met jou. Ja. Ik dacht, we gaan de wereldkampioenschap voetbal beker bouwen. Dat moet ik uitleggen. En dat moet je uitleggen. Ik schrijf alle stappen op. Begin maar. Oké, Justin, ik vind hem prachtig. Dit is de Wereldcup beker van voetbal. Ja. Vind je hem erop lijken? Wacht even, Sebastian, edit hier even het plaatje van hoe de beker in het echt eruit ziet. En dan nu ons prachtige creatie hier. Weet je? Mm-hmm. Je krijgt van mij 5 minuten om dit uit te leggen, Robin, oké? Ik heb niet opgeschreven wat ik moest doen. 5 minuutjes, oké? 5 minuten? 5 minuutjes om dit uit te leggen. Hey mensen! Je mag, Robin. Je krijgt 5 minuutjes om te bouwen. Ik geef geen uitleg. Dat is een nieuwe challenge. Je moet dus bouwen wat ik denk. Je moet bouwen wat Justin denkt. Je moet bouwen wat Justin denkt. Nee, oké. Komt Justin. De 5 minuutjes gaan in over 3, 2, 1, go! 5 minuutjes erin gegaan. Welkom, Robin. Leuk dat je er bent. Oh, daar heb ik geen tijd voor. Een ongelooflijk duur blok pakken. Maar niet heel duur. Je kan het onder de grond vinden. Het is een oor. Het glinstert. Het is bling. Mijn kat gelijk op kijkt. bling. En als je dat spul geeft aan die varkens in de derde, dan worden ze zeer blij. En dan krijg je gratis cadeautjes. Kijk. Dit is goed uit. Hij snapt hem. En ga nu door. Nu moet je iets bouwen. Ja. Nu wat bouwen, Robin. Okay. Zet in het midden 3 blokjes naast elkaar. 3 blokjes naast elkaar. Ja. Ja. En dan ga je... Schuin naar boven zet je er ook eentje neer. Schuin naar boven zet je er ook eentje neer. Ja. Aan allebei de kanten? Aan allebei de kanten. Ja. Ja, gefeliciteerd. En dan, maar heel belangrijk wat je nu gaat doen. Want je hebt natuurlijk goed wat je... Wat ja, hij heeft het goed gedaan. Ja. Dus zet je weer 3 blokjes neer. Wat vind je dit? Ja. Ja, nee, maar uitleg is goed. Max. Toch? Ja, klopt. Ga maar verder. En dan heb je, doe je weer schuin, weer een blokje. Ja. En dan maak je hem weer, oh nee, wacht, dan ben ik nog niet eens het half. Lukt het, Justin? Ja hoor. Dan zet je er weer 3 naast elkaar en doe je weer schuinen en dan heb je een rondje. Maar dan heb ik een variant. Robin, je hebt een rondje, een mooi rondje heb je gecreëerd. Ja, heb je een mooi rondje, top. En dan doe je op al die blocks, doe je een ongelooflijk... Nou, een belangrijk blok ook wel. Ik vind de villetjes heel leuk. Maar dan groen. Grappig. En Fred vindt het ook leuk. Ja, die doe je op het rondje, Robin. Op het rondje. Dus op alle grote... Wat doe je, Robin? Blokjes doe je... Oh, Robin heeft zijn eigen graf gegraven. Robin, kom op, even opschieten. Ja, wat is dit nou? Doe wel overal die nou groene even blokken leuk op. Maar uitleg is gewoon goed, Robin. Het lijkt nou net als je niet je best een rondje. Ja. Doe je wel je best? Ja, hij snapt hem. Oké, daar doe je... Dit is het niet. Daar doe je overal die groene dingen op. Ja, heb je dat gedaan, nou, Robin? Ja, dat heb ik gedaan, ja. Ja, top. Dan doe je, even kijken, dat rondje vul je dan helemaal met het eerste blok wat je hebt geplaatst. Die soort vul je het hele rondje even in. Gewoon even dichtmaken. Oh, hij is al verder. Oké. Dan doe je op die, wat je net hebt geplaatst, overal 2 omhoog. Dan heb je een rondje die 2 hoog is. Robin, dit gaat echt heel goed zo te zien.
Oké, en dan doe je op hij die... is nog niet eens, dat heeft hij nog niet gedaan, wacht. Ja, Robin, oké. Ja, maar ik moet snel, hè. Dat is tijd. Ja, oké, jullie hebben nog 1 minuut en 40 seconden. Ja, dat dacht ik. Oké, en dan doe je op die prachtige rondje, doe je weer die ongelooflijk groene mooie blokjes. Die Fred fantastisch vindt en filletjes leuk vinden, waar je ja, Robin, kan ruilen en dan kan je weer eten doe krijgen. Dat, doe dat maar even. Dat leuk. En ja, ja, ik vind het er mooi uitzien, Robin. Het lijkt er enigszins wel op. Ja, nee, hou in de buurt. Op, Max. Je zit gewoon te kloten. Jij weet dat dit gewoon... Je hebt me... Ik wil nooit meer als tweede. Hoezo niet? Maar dan, wat is het probleem dan? Nou, als je ze zo naast elkaar vergelijkt, het ziet er gewoon zal goed ik uit. Even, ik kom wel even kijken wat bij nee, jou nee, is. Nee. Oh ja, nee, dat lijkt er wel op, ja. Oké, wat je dan doet, is op die groene blokjes... plaats je in het midden... weer zo'n prachtig goudblokje. Ja, dat lijkt erop. Mm-hmm. En dan ga je dus weer naar binnenin, weer een rondje maken. Nog een rondje, Robin, in het midden. In het midden ben je gewoon, en die is dan 9. Ja! Het ja! Is een vierkantje, bedoel ik. Dit lijkt erop serieus op. Een vierkantje. Oh, Robin, ja. Moet een vierkantje zijn, geen rondje. Maar dan een vierkantje bij 9, bij 3 bij 3. Dus dat is 9 in totaal. Ja. En dat vierkantje komt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 omhoog. Dus je 9 hebt de omhoog. Toren van de 9 van die prachtige gouden blokjes. Het zijn goud, Robin. Goud. Ja, en 4 bij 4 zegt hij net. Nee, dus dit is nee 3 bij 3, Max. Je probeert me te manipuleren. Dat kan niet meer, Robin. Je hebt een midden van 2. Midden van 2 kan ook. Volgens mij is de tijd op. 10, 9, 8, 7, 6, maak er iets anders moois van, maar je denkt dat moet het worden. 2, 1, stop de tijd. Top, goed gedaan. Oké, Robin, jij mag nog niet zien wat het was, want jij moet het nu uit gaan leggen aan Rick, wat jij hier hebt gecreëerd. En gaan kijken of het eindproduct van Rick lijkt op het eindproduct van Justin. Denk je dat het gaat lukken? Ja, dat gaat wel goed komen, denk ik. Als ik zo naar kijk. Mag ik vragen bij welke stap het is fout gegaan? Stap 1. Stap 1. Rick, het is jouw beurt om na te... Ik moet zeggen, ik had verwacht omdat Justin begon... Ja. ...dat het fout zou gaan maar met de Robin. Niet. Absoluut maar niet. Het is juist op zich wel goed gegaan. Dus ik heb nog hoop. Het ligt echt aan of jij het gaat verpesten. Want wat Robin heeft gebouwd lijkt oprecht nog een beetje op wat... Echt? Ja. Oké, dus laten we beginnen. Je krijgt 5 minuten de tijd. 5 minuten? Oké. Ja. En jij moet het uitleggen wat Robin moet gaan bouwen. Ja. Wat ik heb gebouwd. Nee, grapje. Oké, Robin, je krijgt 5 minuten om het uit te leggen. 3... 2, 1, start timen. Oké, Rick. De oor die in de Nether heel erg belangrijk is. Je kan... die andere. Ja. Die soort... Nee, ook niet. Nee, degene wat je aan die varkens geeft. Goud. Waar ze heel blij van worden. Ja, precies. Dat mag je gaan gebruiken. Ja. In een blokvorm. Okay, pak die maar. Blok of gold. Juist. Goed zo, Rick. Dit gaat goed. Dan pak je... Dan plaats je er gewoon 3 naast elkaar. Maakt niet uit waar? Nee. Nee, maakt niet uit waar. Justin, volgens mij ben ik aan het vertellen. Ik heb er 3 naast elkaar. Dan zei, doe je daar ook 3 op? Uit. Ja. En 3 nog een keer uit. Op. Dus dan heb ik een vierkant. Pardon? Ja, hij heeft 3 op. Hij heeft toch een vierkant? Dat heb je juist, dat heb je hem laten maken. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, klopt. En dan, dan plaats je van dat tweede blok wat je erop hebt geplaatst, plaats je links en rechts daarvan ook 3 blokken. Ja, kijk, wow. Wow, dit... Ja, doe maar, Rick. Doe maar gewoon wat je denkt dat het is. Ja? Oké. Dan laat je dat even voor wat het is. Ja, en dan ga je 2 blokken naar links, het gras, dus zeg maar even niks. En dan het derde blok vanaf, waar je weer... Vanaf welke hoogte? Maar vanaf wel onder. Gewoon de onderkant. Ja, de onderkant, ja. Ja. Dan plaats je dus... Oké, zullen we de meest linker? Dan 2 blokken ertussen laten en dan weer een gold blok. En dan maak je eigenlijk precies dezelfde vorm als wat je net hebt gedaan. Ja, dat doe je, Rick. Even kijken, dus die. Ja. Die. Juist. Wow. Dit gaat oprecht nog wel goed. Ik heb vertrouwen, Robin. Oké. Oké, dus je hebt precies dezelfde vorm. Ja, en dan zitten er 2 blokken tussen. Ja, precies. Ja. Dan pak je een ander soort blok, ook een heel duur blok en dat vindt Fred heel erg mooi. En rot. Ja, juist. Het gaat wel wat stroever dan bij mij, heb ik het hier. Ja, ik merk dat het ook wat stroever gaat. Ja, maar jullie gingen het wel heel snel. Robin, je moet even wat meer pit erin gooien. Oké, goed. Dan gaan we door. Dan op die uiterste kanten van die beide, meer energie, Robin. Beide dingen. Ik kan niet. Mijn keel begint pijn te doen. dan plaats je daar zo'n mooi groen blok. Op de uiterste, Rick. Ja, aan de uiterste. Ja. Gewoon doe van beide vormen. Gewoon aan de zijkant van beide vormen. Yo, helemaal goed, jongen. Ja, en dan plaats je daar nog eentje van op elk groen blok. Helemaal goed. Juist, dit lijkt erop. Juist, bro. Oké. Wat wordt dit?
Ja, goed. Dan gaan we naar de... daar gaan we naar het hoofd. Nee, grapje. Dan plaats je op die twee groene blokken wat je net hebt geplaatst. Ja. Plaats je ook weer overal een gold blok. Oké. Juist. Wow. Ja? Ja, ja. Oké, dan zijn we bijna klaar. Oké. Hoeveel heb ik nog? Bijna, ja. Je hebt nog 2 minuutjes. Oké, ja. Gaan we 2 minuten. Bijna klaar. Moet ik nog 2 minuten dit kleine stukje uitleggen? Jeetje. Oké. Dan gaat het nu heel erg lastig worden, kan ik je vertellen. Okay. Ja, vertel. Als je die vorm hebt die je als eerste hebt geplaatst, dan ga je naar het midden toe. Daarvan. Het is een midden van 2. Ja, dat klopt. Ja, klopt. Ja. Oké, ja. Dan plaats je daar tegen de zijkant aan. Meer naar de buitenkant. Ook weer zo'n groen blok. Zo. Ja, ongeveer. En daar plaats je, maar ook weer aan die andere kant. Dus ook op dat tweede voorwerp wat je hebt gebouwd. En daar plaats je dan op dat groene blok ook weer een gold blok. Ja, snap je het, Rick? Doe maar gewoon wat je vertrouwen is. Ja, gewoon wat, wat jij denkt dat het en dan daarbovenop ook weer een goalblok. Ja, dat heb ik. Oké. Heb je hoeveel allerbovenste blokken heb je nu? 2. Ja, dus je hebt 2 puntjes, zeg maar, toch? Ja, of ja, niet? Ja. Dus 2 horens. Ja, hij heeft wel 2 puntjes. Ja, precies. Daar plaats je allebei een bordje op waar je op kan schrijven. Huh? Ja, een sign. Huh? Ja, precies. Ja, prima. Ja, maar zonder iets erop. Maakt niet uit. Maar wat jij leuk vindt. Nee, trouwens. Mijn kleur van mijn jasje. Jouw jasje? Wat? Ja, gewoon doen. Gewoon niet zo moeilijk. Huh? Max, je snapt het niet, hè, Max? Ik zie niet echt wat dit, zeg maar... Ja, heb ik precies. Ja, dat heb ik. Precies, oké. Okay. Dan, ja... vet dit. Even kijken, dan is de tijd. Dan is de tijd voorbij, ja. Ja. Ik denk dat ik precies hetzelfde heb gemaakt. Oké, laten we eerst... Wow. Wacht even, kom even hier, Justin. Jij blijft daar, Robin. Oké, Rick, wat vind je van jouw bouwwerk? Wat denk je dat het is als je het zo ziet? Ik denk een soort verlepte zonnebril, denk ik. Een soort verlepte zonnebril. Ja. Robin, komt dat overeen met die van jou? Ja, best wel. Oké. Kotsie. 3, 2, 1, kom maar hierheen, Rick. Dit is dat van Robin. Oh, ik zat op zich best wel gewoon in de buurt. Nee, is dat totaal wat niet is in de dit? Ik weet het. Leek, als het nou een achterlijf had, dan leek het een beetje op een. Het lijkt op een soort krap. Oké, kom mee. Nou, dit is die van Robin. We mogen er even een beetje omheen vliegen. Pas op dat je de andere land niet ziet. Ja, maar dit was Robin. Dit is niet wat jij hebt uitgelegd, Robin. Ja, ik heb dit uitgelegd, Robin. En dan nu, om het eindresultaat. Komt ie. 3, 2, dit is wat we daadwerkelijk wilden hebben. Ja. 1. Maar jullie snapten dat gewoon niet. Ik doe nooit meer mee. Het is de wereldbeker. Het is de wereldbeker van voetbal. Van Qatar. Ja, maar Robin snapte mijn uitleg niet, dus daar ging het mis. Maar als jullie zo... Oh, dat had al beter geweest. Als jullie zo kijken... Ik bedoel, de vergelijking van die van Justin en Robin, die is al enigszins... Die is er niet. Ja, maar dit is gewoon een beker voor de F'jes. Voor de F'jes is een kleine beker. Nee, helemaal niet. Hier is die in elkaar gedrukt. Hij is gesmolten, die van jou. En die van Rick zijn gewoon onderdelen uitgehaald. Ja. Mij is tweedehands. Nou weet je, laten we met een andere volgorde nog een ronde doen. Rick, ben je er klaar voor? Nee. Jij begint deze keer. Ik heb hier voor jou een voetbalveldje gebouwd met daar nog een keer de wereldbeker, maar nu in het klein. Ja. Ziet er goed uit, toch? Ja, ik vind hem nice. Hij staat op een podiumpje hier zo. En dan hebben we een voetbalveldje, hebben we hier een voetbal in het midden, hebben we 2 goaltjes zo. Het is eigenlijk niet al te ingewikkeld deze, weet je? Dat is het vooral. Maar je mag niet zeggen het is een voetbalveld, je mag niet zeggen er staan doelen, je mag niks van de objecten benoemen, geen bal, geen net, niks, weet je? Nee, oké. Ik wens je heel veel succes, want we gaan de persoon aan wie jij het uit moet leggen is Justin. Daar staat hij. Oh, nee. Oké. Ben je er klaar voor, Justin? Tuurlijk. Dit wordt makkelijker, want mijn uitleg van de vorige keer was natuurlijk subliem, dus ik heb hoge verwachtingen. Exact. Nee, dit wordt heel simpel. Rick heeft dat echt wat prachtigs voor je neergezet hier. Ik ben benieuwd hoe jij dit gaat doen. Je krijgt 5 minuten de tijd. Ja, Rick, als je even een screenshot maakt en naar me toestuurt. Ja, nee, dat is wel goed. Zeg maar als de tijd ingaat. Oké, 3, 2, 1, start. Oké, Justin, we gaan beginnen met een rechthoek uit te graven in het gras van 21 lang bij 11 breed.
En dan helemaal dat uitgaan. Moet je gewoon kunnen, Justin. Dat kan 1, je wel gewoon. 2, 3, 4, 5, sneller. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ik zou iets meer richting het muurtje doen. Zo ja, dat is prima. Juist, verder. En dan... Ja, ja, kom op. Ja. En nu uitgraven. Ja, en 11 breed, hè? Ja, 11 breed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Zeg maar als je alles even uitgaat, Justin. Ja, alles komt in orde, Rick. Geen probleem. Is er stress? Ik hoor geen stress. Voor mij niet. Ik weet niet hoeveel tijd... Het kost wel veel tijd dit, hè, trouwens, dat uithakken. Nee hoor, gewoon mee. Ik heb je geholpen, Justin, met uithakken. Oké. Omdat ik een goede hoofd heb. Oké, Justin, ben je er klaar voor? Ja, ik maak een zwembad. Je hebt nu dus dat 21 bij 11 uitgehakte ding heb je. Ja. Oké. Dan heb je, je weet toch wel dat blok wat je moet maken met zand en gravel? Ben je een beetje een goede Minecraft, Justin, weet je dit? Zand en gravel maak je... Zand, gewoon zand. Nee, Justin, ja, dit gaat helemaal fout. Leg uit wat kan je met het blok? Ja, als je hem in het water zet, dan wordt hij hard en dan kan je dat hem... Dat moet je zeggen, ja. Ja. Oké, die. Hoe heet dat blok? Ja. Je hebt ook, ja, heb je hem? Oké, en dan moet je de witte variant hebben? Ja, die heb ik. De poedervouder van de ja, variant? Poeder, ja. Goed, even mij. Oké, dan ga je dus een hele, zeg maar één lijn, dus de buitenste lijn, ga je helemaal bedekken met die witte. Oké. Dus dan heb je gewoon zeg maar één dik, heb je gewoon helemaal eromheen. Ja, dat doet hij goed. Dit ziet er nog goed uit. Het moet even wat sneller, Justin. Het moet even wat meer pit in. Kom op. Ja, moet meer pit in, Justin. Oké. En daarna, als je dat zo snel hebt gedaan... kan. Hij is nog niet klaar. Geef hem even tijd. Oké. Ik help. Hij is klaar over 3, 2, 1, volgende hint. Oké, Justin, ja. De rest ga je dus helemaal vullen met dezelfde variant, maar dan groen. Dus de groene variant. En dan een hart. Of nee, ook zacht. Ook zacht. Ja. Dit wordt een golfbaan. En dan ga, zeg maar als je hem helemaal gevuld hebt. Ja. Even rustig aan, Rick. Opzitten, Justin. Het gaat allemaal van je tijd af. Ja, hoeveel minuten hebben we nog? Nog eventjes. Kom maar goed. Ik help je alweer, Justin. Dit is gewoon een taakje. Doe je toch wat. Hier zo, zie je? Kijk, heb je geholpen. Dankjewel. Het is goed. Ja, ga door. Ja, oké. Justin, dan ga je van de 21-lijn, dus zeg maar de lange. Ja, de lange. Zoek je het midden op. Dus zeg maar 10 aan de linkerkant, 10 aan de rechterkant, dan heb je het midden. Heb je verkeerd geteld, Justin? Heb je verkeerd geteld? Hij heeft een dik uit het midden van 2 dik. Hè? Het is een lijn van 21. 1, 2, 3. Maakt niet uit, Justin. Gewoon verder gaan. Ja, ik heb het midden. Justin heeft het midden. Oké, dan ga je daar vanaf, dus dan ga je dus de 11 breed lange lijn, die ga je helemaal dichtgooien. Dus het midden van de 21. Juist, zo ja. Die ga je helemaal dichtgooien. Ja, mm-hmm. In orde. En dan, daar heb je dan ook weer een midden van. Daar heb je een midden van, Justin. Of ja, heb je weer verkeerd geteld? Hij heeft nog een keer verkeerd geteld. Ik heb 2 midden. Nee, die zijn er niet. Ja, wat heb ik? Oké, nou, dan zoek je daar een midden weer van. En dan maak je daar een cirkel omheen. Dat je een middencirkel hebt in het midden. Gewoon een cirkeltje in het midden, Justin, dat kan wel. Met dat poeder. Ja, met dat witte poeder. Dus dat er een witte cirkel omheen komt. Het witte, Justin. Oh, witte. Een witte cirkel omheen. Moet een witte cirkel omheen komen. Hé, Rick, je moet niet zo gaan doen, hè? Pas verdik, doe maar uit, de best. Hij maakt een cirkel, ja, die gaat goed. De cirkel gaat serieus goed, ja. Oké, en dan in het midden daarvan, Justin, daar heb jij die beesten die jij in Contact Veen hebt, die je hebt opgesloten, heel zielig met water. Dolphin? Nee, die andere, die zeg maar helemaal verstopt zit. Dat groene beest, met zo'n schelp achterop, hoe noem je zo'n ding? Schelp achterop. Ja, ik mag het woord niet zeggen. Wat is het nou, Justin? Een geit, ja, ga verder. En daar het ding Hij heeft hem uit zijn handen. Wat hij uitpoept? Wat hij uitpoept? Hij heeft het goede... Tijd is op, maar ga maar verder. Ik vind het wel grappig. Kijk wat hier gebeurt. Wat moet je in het midden plaatsen. In het midden, Justin. Je hebt hem midden. Plaats het in het midden. Ja, wacht. Ja? Nee, je had het in je handen, Justin. Ja, goed zo. Oh, Justin. Ja, ik heb hem. En dan bij die middellijn? Dan heb je dan zeg maar dat witte wat je net hebt geplaatst, maar dan de harde variant. Dan ga je eentje vanaf die lijn af. Dus dan zit er een blokje gras en daarna plaats je hem. Ja, lukt dat? Ja. En daarbovenop plaats je dat blok wat ik net bij Robin nodig had. Die varkens in de Nether zo leuk vinden. Oh ja. En dan echt een blokvariant. Weer op daarboven. Dat is goed. En dan daarboven, daarop leg je dezelfde... Nee, die vinden varkens toch niet leuk in de Nether? Justin, wat je net ook hebt gebruikt voor de beker. Sorry, pardon. Ja, pardon. Miscommunicatie. Ga verder. Ja, die leg je erop en daarbovenop leg je zeg maar dat redstone ding in dezelfde variant. Oh mijn god, Justin, hoe kan je het zo verpesten allemaal? Ja, Justin verneukt echt alles volgens mij. In het redstone variant.
Ja, je weet wel dat ook dat ding en dan kan je erop staan en dan gaat er bijvoorbeeld een deur open. Oh ja. Oh, yes. Ja, die heeft hij. Oké, ik zou nu die andere, die zijn belangrijk inderdaad. Ik ben benieuwd hoe jullie die gaan doen. Oké. Oké, dan zit je dus aan, bij de elfkant, laat maar zeggen, die jij ook verpest hebt. Ja. Bij de korte kant, daar moet je een halve cirkel maken. Ja, een halve cirkel. Ja. Dat doet hij inderdaad. En, ja. je hebt andesite, en je hebt granite, en je hebt... diorite. Ja, goed zo. Daar heb je van die stokken van. Die stokken inderdaad. Ja. Nou, dan doe je twee omhoog. Waar? Ja, niet te zeggen waar. Aan allebei de kanten van waar je net die halve cirkel hebt gemaakt. Bij de elfkant. Ja, doe je goed, Justin. En ook aan de andere kant. En dan erbovenop die oor die je dus in de nerre kan vinden. Dat witte. Ja, dat oor. En daar doe je dan de kleine variant van, laat maar zeggen. De kleine variant van? De helft van een heel blok. Sorry, Justin. Ja, die doe je daar bovenop, van links naar rechts. En dat doe je aan beide kanten. Heb je dat aan beide kanten? Ja, hij heeft het aan beide kanten. Ja, en daarachter doe je dat wat spinnen uitpoepen. Ja. En dat doe je dan aan de achterkant. Dus dan doe je twee aan die paal. En dan ga je weer eentje naar achter en doe je er drie. En dan ga je weer eentje naar voren en doe je er weer twee aan die paal. Ja. Justin, dit komt omdat jij geen midden hebt. Dat je er nu drie moet plaatsen, dat klopt natuurlijk niet. Ik maar twee of vier dan. Nee. Ja, en als je dat hebt, dan ben je er wel. Ja, dit is het. Het is klaar. Nee, oké, Rick, dan is het aan jou om nu hier bij mij naar boven te komen. Ja, mag ik kijken? Ja, Justin, jij blijft daar. Jij mag nog niks zien. Dit is het resultaat wat Justin heeft gecreëerd. Nou, zich. Ja, enigszins beter dan net, moet ik zeggen. Ik ben alleen vergeten om één klein detailje toe te voegen, inderdaad. Maar waarom heb je dat ding aan beide kanten gemaakt? Ik ook niet. Hij heeft gewoon jouw orders opgevolgd. Dat heb ik niet gezegd. Hij heeft jouw orders opgevolgd. Ik zie jouw één fout die ik zelf heb gemaakt, in ieder geval. Oké. Justin. Ja. Het is tijd om het aan Robin uit te leggen. Ik denk dat Robin er heel veel zin in heeft. Denk je dat jij dit goed kan uitleggen? Ja, maar ik heb nog één vraag. Wat had een dolfijn hiermee te maken? Niks. De dolfijn was niet in de situatie betrokken. Oké, miscommunicatie. Nou, laten we Robin wakker maken. Het duurde veel te lang en dat bevalt me niet. Ben je er klaar voor? Of... Nee. Er is echt wat prachtigs gecreëerd. Het is oprecht... Het is geen leugen. Net was het wel een leugen, maar nu is het geen leugen. Het is beter dan die wereldbeker van net. Wat zeg maar, de huidige situatie. Kan nog alle kanten op, maar het ziet wel beter. Ja. Nou, daar gaan we. Nou, Justin, je krijgt 5 minuten plus iets langer. 3, 2, 1, go. Oké, welkom bij mijn bouwleskundigheid. Je graaft eventjes een hol uit in het gras bij 11 bij 21. Mag ook iets afwijken, ligt een beetje aan wat je vindt. Daar ga ik je wel helpen. Jij moet het wel de vorm doen, dan kijk ik het voor je uit. 11. Het kan ook anders zijn, want ik heb het ook anders, maar dat is miscommunicatie. Je moet hem zelf helemaal de vorm maken, dan ga ik het snel voor je uit. 21 bij 11. Ja, daar is hij druk mee bezig. 21 lang, 11 breed. Hij is er druk mee bezig. Je kan geen 21 lang hebben. Oké. Dat heeft hij nu gedaan. Ah, die heb je uitgegraven. Ja, dat heeft hij gedaan. Oké, heel goed gedaan, Robin. Je kunt het wel. Oké, wat je dan doet... is. Maar Justin, nu leg je niet het goede uit, want die voor jou is anders. Die is niet 21 bij 11. Oh nee, ik... haal... Hup! Ja. Oké. Okay. Hold up! Pak een bork erbij, want als je het in het water stopt, dat het lekker hard wordt. Maar dan niet de harde variant. Dus de kleinzoon ervan. Welke kleur? De kleinzoon. Degene wat je nu... Ja. De buitenste rand van de... Ja, dat heeft hij. Dat doet hij. Ja. Oké. Doe je hele buitenste rand van die hele rechthoek. Met dat blokje. Dus met hetzelfde niveau als het gras daarnaast. Ja, dat is je wel goed aan het doen. Ik heb hoopjes en ik denk dat jij weet wat het is. En dat je het nu probeert goed te bouwen. Klopt dat? Yeah. Oké, let's go. Oké, dan vul je de rest helemaal in. Met hetzelfde materiaal. Maar dan wat ook dezelfde kleur is als het gras. Ja, kom op Robin. Kom op Rob. Ja, oké, dat is gebeurd. Ja. Oké, dan heb je als goed geen midden, klopt dat? Wel midden om Justin, omdat jij het dus wel goed uitlegt nu. Ja, dat bedoel ik. Rick legt het niet uit. Wel een midden. Ja, ik heb een midden. Oké, dan maak je daar... pak je weer dat eerste blok wat je hebt geplaatst. Ja, die pak je en maak je om dat midden Robin weet een klein cirkeltje. Dus wat het midden... Oh, een cirkeltje. Ja? Ja? Oké, dat plaats je in dat cirkeltje. Nou, die van mij is anders.
Dan plaats je daar een ei van een onderwater, onder het dier die in het water is met een huisboot. Ja, 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 klopt, ja. Geen dolfijn. Want dan Rick legt dat niet goed uit, dus ik wou bijna... Wat moet ik pakken? Dat je iemand heel oud kan worden. Ja. Maar dan een ei variant. Ja, 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 heb ik. Ja, dus heb je gewoon een ei. Ja, ja, dat heeft hij. Dat je ook kan koken in een pannetje. Dat je dan in twee minuten kan doen, is hard zacht gekookt. Ja. Maar je kan minuten doen, is hard gekookt. Mm-hmm. Ja, ik weet al wat hij moet bouwen. Hij is gewoon al echt met dingen bezig die jij nog niet hebt uitgelegd. Oké, nu maak je dus in het midden van die cirkel een uitkijktoren. Nee, grapje. Maar dan ga je aan de kanten van de Dat heeft hij al gedaan. Heb je nou verteld waar dat ding moet, Justin, die je net zei? Ja, tuurlijk. Justin, ik heb een cirkeltje en ik heb aan beide kanten heb ik iets van een doel al anders iets. Oh, dus, nou, ga verder. Oké, okay, en in het midden doe je dan van het cirkeltje, begin midden, ja. De middenlijn, plaats je dus dat ei. Wat je... Ja, heeft precies. Die al 2 jaar geleden geplaatst. Ja, maar Rick die zegt... Ga verder. Met die andere dingen. Die uiteindes. Ja, die goals heb je. Ja, heb je goals. Dat is gewoon een goal. Dat is niet heel moeilijk, dat snap je zelf ook wel. Ja. Dan maak je een half cirkeltje aan de 11-kant in het midden. Dat heeft hij ook al 2 jaar geleden gedaan. Wat erop staat, Justin. Dat heeft hij al. Moet ik een goal maken? ja, een goal. Wel op de goede manier, dus niet zelf. Niet Justin, zelf. Justin, vertel wat hij nodig heeft. Hé, Rick, ben ik aan het uitleggen of jij? Justin, schiet alsjeblieft op. Oké, okay, ga ik hetzelfde doen met Rick. Je hebt steen, je hebt granite. Je hebt Polish granite, je hebt andesite. En diorite, dat zijn zeker de palen. Ja, maar dan de diorite paaltjes. Ja, goed gedaan, ja. Rick. Ja, daarbovenop doe je een prachtige half blokje, wat je ook in de nether kan maken, waar je XP van krijgt. Correct. Ja, achter die paaltjes doe je 2 van die spullen als je erin gaat staan. Dat je dan ongelooflijk traag gaat, de spinnen die poepen dat uit, soort van. Oh ja. Klopt inderdaad. Ja, dat gaat op zich wel goed. En dan maak je dat ook een half cirkeltje van, dus dan is het... Kijk, hij snapt het wel gewoon! Zie je, Robin snapt, jij snapt het niet. Robin bouwt letterlijk gewoon niet eens wat jij hebt gebouwd, maar wat alsof Rick het gewoon... Dat bedoel ik. Is bijzonder. Ja, maar het gaat goed. Dus je hebt nu... De tijd is op, maar... Ik laat jullie nog even gaan. Je hebt dus nu gewoon een goal. Ja. Oké, dan doe je 2 blokken voor die... voor dat goal, voor dat witte, doe je 2 gouden blokken. Hier gaat het 2 fout. Blokken voor het goal, ja? Ja, in het groen hak je tegen groen weg en in plaats van die tegen groen plaats je tegen gouden. Waarom? Gewoon omdat het moet. Ja, hier gaat het fout. Dit is waar het fout gaat, Dit is waar het fout gaat. En daarbovenop doe je nog 2. En daarbovenop doe je dan een ongelooflijk mooi plaatje goud. Als je erop gaat staan, dan hoor je een soort van klik. Ik ga je wel even oefenen. Kijk, als je er overheen gaat, hoor je klik. Dan is het denk ik wel goed, Justin? Ja, dit is het wel, hoor. Dit is wel echt gewoon briljant. En dat doe je aan dezelfde andere kant ook precies hetzelfde. Dat heeft hij ook allemaal gedaan. Ja, ik alleen denk daar dat zitten... Alleen daar zitten dus 3 tussen en die andere kant 2. Omdat niet even weet. Nou, bij mij klopt dat dus wel. Ja, bij jou. Oké. Laten we... Justin blijft er nog even staan. Rick, kom hier. Ja, Robin, Rick. Ik ben echt trots op je. Als je dit ziet, vertegenwoordigt dit een beetje die van jou. Ja, legit. Ik ben echt trots op Robin. Ja, ik ben ook wel trots op Robin dat hij dit zo gedaan heeft. Alleen, maar dit komt wel door Justin zijn uitleg. Ja, dat ik heb deze uitleg hetzelfde aan Justin gegeven. Wat hij zei, heb ik precies hetzelfde gezegd. Ik vind het bijzonder dat het vanaf wat het was Justin was naar dit is gegaan. Dat moet ik zeggen. Maar dan? Nou, kom maar Robin. Dan gaan we kijken. Dit is die van Justin. 3, 2, 1. Hoppakee. Zeg maar, dus ik vind het redelijk knap. Welkom bij, dit is een nieuwe Olympische sport. Je krijgt alle twee de tegenstanders krijgen allebei een turtle. Ik weet het niet, Robin, niet. Wat is deze lijn? We kunnen het wel even testen, we hebben 2 ballen. Kijk, hierop staat de tegenstander, aan de andere kant staat de tegenstander. En dan heb je dus die ei in je handen. En dan ga je gooien en probeer je dus in het goal te krijgen. Justin, kom eens even mee. Dat is de sport. Kijk eens, Justin. Kijk, die van Robin ziet er enigszins nog wel goed uit als echt een voetbalveld. De middenlijn mist. Nee. Nee, dit is de bedoeling. Nee. Oké. Okay. Ja, maar ik heb goed uitgelegd, toch? Laten we dan naar hier gaan, kom. Gezellig.
Hoezo is het golven groot? En dan groot? Kijken we wat uit, zeg maar, aan het begin het eerste was wat jullie moesten maken. Namelijk dit zo, hier. Dus Robin, die van jou lijkt er op zich nog wel op. Oh, zo, dit doet pijn aan mijn ogen, deze. Ja, wat een lijm. Dit is gewoon verkeerd uitgelegd. En zeg maar, dit was de wereldbeker. Dus ik weet niet hoe het goud vanaf dit naar het midden is. Weet je waar Justin de fout in is gegaan? Nou. Ik zeg tegen Justin, ik zeg, je zit op het midden van deze lijn. Ik zeg, dan ga je... Ik zeg, je hebt hier je twee je, naar midden het van deze lijn. Ja, ik zei bij het de bal. Ik zei, bij het midden van deze lijn. Toen zei ik, dan ga je eentje ervan af, zodat je gras ziet. En daarna plaats je Justin pas. Dacht eentje ervan af. Maar dit is ook en gras zien. Nee, dit is concreet. Ja, waarom zijn jullie goals zo klein? Ja, wij spelen alleen in jullie Italië. Jullie hebben midget goals. Dit is kindervoetbal. Ja, Japan tegen China. Maar jullie hebben geen goede omschrijving hoe het spel werkt. Je had dit wel. Ja, dat klopt. Nou, ik ben trots op je, Justin. Dankjewel. Alright, jongens, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken en te abonneren. Reageer even hashtag Team Walnut als jij voor Team Walnut bent en niet voor Team Makkers. We gaan zorgen dat die Makkers ons nooit zal inhalen. Jezus, kom niet uit de woorden. Dankjewel voor het kijken. En dan nu. Groeps. Kijk lekker deze video. Ik weet niet welke video ik hier nu aan jullie laat zien. Maar ik weet zeker dat het een hele leuke video is om gewoon eventjes naar te kijken. Om die ook te liken en dan gewoon te abonneren. Spreek je later. Glaasje water. Telt tot 4. Flesje bier. Tot de volgende keer. Yo!